wat zijn we weer? Dat is Paola. Goedemorgen, middag, avond. Hallo, welkom bij de workshop van Bogota. Gegeven dit keer door Monique Wijnschenk. Ja. Zij gaat linoleum snijden. Nou, niet, nee. Stempelen. We gaan drukken. Drukken op papier. Leuk. Gaan we doen. Wat heb je nodig? Nou, het handigste is als je een plankje hebt. Hier een houtje en hier een houtje. Dan zit je lekker. Je hebt een gummetje nodig bijvoorbeeld om simpel te beginnen. Dit is gum. Hier ook. Ik heb hier alvast kleine, grote kerstboompje gemaakt. Hier heb ik het al uitgesneden. Dan zie je dat het geel is. Ik maak het altijd wit of een kleurtje, zodat je weet waar je gutst met je gutsje. Wat is gutsen? Gutsen, dat is zo'n apparaatje. Dat is een heel mooi dingetje. Waarschijnlijk kennen jullie het met wel. Een scherp mesje, hè? Met een NFV of een O-vorm. Of, ja, ja, is het andere, hetzelfde merk. Maar het is heel bekend. Het is een V, dus heb je scherpe lijntjes. Dit is een O. Een houtje is om hem eruit te duwen. Anders kan je snijden in je vingers. Dus dat willen we niet. Nee. Dus, en dan kan je lekker zo gutsen. Kun je ook stevig. Dus kun je even bloed. Nou ja, kan ook. Lekker rood wordt dat. Dus dat is het begin. En je hebt hier een snijmat. Dat is wel handig. Ik ben met een gum begonnen. Dat gaat simpel en snel. Klein gummetje kan ook. Maakt niet uit. Dit is er ook een hele grote geweest. Ik heb een snoepwinkel met gummen. Heerlijk. Leuk. Kijk, hier hebben we een kerstbal gemaakt. Kijk eens. En de achterkant is er nog een. Die kan je ook natuurlijk een kleurtje geven. Met verf of met stempelkussen. Dat is prima. Hier hebben we allerlei kerstbomen gemaakt. Die zitten hier ergens. Kijk, dus met dit vormpje. Ik ga even dichterbij. Ga jij even dichterbij. Kijk, ga jij dan laten heeft zien. Ze een... Allemaal kleine holletjes eruit met een holle. En dan druk je hier dan met een rolletje verf of inkt of acryl. Of acryl. Kijk, en dan kun je dus stempelen. Dus dit is. En dan kun je er nog iets heel moois bij. Dingen, je kan versieren, je kan de pennen, gelpennen erbij. Maakt allemaal niet uit. Dat is de simpele manier. Het is eigenlijk stempelen. Wil je wat verfijnder werken? Dan hebben we linoleum. Vroeger had je. Het linoleum van de vloer. Kijk, ik heb hem hier, dat hele scherm. Oh, dat kost heel veel kracht. Dus we hebben tegenwoordig lekker kurklinoleum speciaal voor ons gemaakt. Fijn. Teken je wat op wat je wil. En dan ga je lekker gutsen met je gutsjes. En gebruik dit. En altijd van je af, nooit je hand ervoor, want dat gaat niet goed. Dat willen we niet. Ik wil deze nog even. Die is wel heel bijzonder, moet jij even vertellen. Ja, dat is positief. Dus dat blaadje is de positieve kant, want de omgeving is weggegutst. Kijk, dat heet zo. Dan is die dik. Ja. En als je hem omdraait, dan is de negatieve vorm. En dan stempel je af. Afdruk van 2. Dus dit is van de holle. Ja. En dit is van de bonnen. Bol. Helemaal goed. Ik kan natuurlijk ook kerstkaarten maken. En jij tekent gewoon erop. Je tekent er gewoon op met een pen. Of een plaatje. Dit plaatje vond ik grappig. Dus toen dacht ik, nou, dat is een simpel voorbeeld voor jullie om te laten zien hoe het moet. En ik heb deze vind ik wel grappig, die heb ik gevonden. Dat is gewoon gum. Ik heb de lijnen gewoon gebruikt. Dus we hebben een zilveren diamant. Dat is weer zilver, hè? Zilver. Het is gewoon een zilveren kerst dit jaar. Vond ik ook. Nou, dat was het. En ik geef workshops hierin. Dus als je interesse hebt, kijk op mijn Instagram pagina. Monique Wijnschenk. Gaan we regelen. Monique Wijnschenk. Ja. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het gezellig, Paul. Fijn. Tot de volgende keer. Dag.